Het is niet waar. Een nieuw begin. We gaan weg van hier. Wat is er daar? Er is geen beter moment. Bloedbroeders is een hele speciale musical, omdat het zo'n beetje alles heeft eigenlijk. Het is dramatisch, maar het is ook heel erg grappig. En het geheel wordt opgeluisterd door fantastisch mooie muziek. Ik zag de musical ongeveer kleine 20 jaar geleden in Londen. En toen was ik er al zot van. En ik heb altijd gehoopt om deze te kunnen spelen. En nu is het zover. Ik kan dat thuis eens opzoeken in de encyclopedie. Oké. Ja. Waarin? In de encyclopedie. Ken je dat niet? Jawel. Ja, de encyclopedie. Waar is dat juist? We zoeken aan ons huis. Ik ben de mama van de twee jongens. Misschien zorg ik binnen de musical voor het drama. Single mama. De tweeling is mijn derde en vierde kind. En ik heb het geld niet om ze alle vier groot te brengen. Geef er één aan mij. Alsjeblieft. Geef er één aan mij. Eén aan u? Ja, ja. Ja, maar ik kan toch niet. Wanneer bent u uitgerekend? Ja, madame, ik kan het vertel. Wanneer bent u uitgerekend? Voor bijgeloof en overreding geef ik een van mijn kinderen weg. En dat is het hele verhaal. Dat speelt mijn leven lang parten. Is zijn familienaam Johnston? Ja, en ik vind u heel gemeen. Ik wil niet dat jij daar nog in die buurt speelt, waar dat soort jongens woont. En waarom niet? Omdat jij niet bent zoals zij, Edward. Maar ik vind dat stom, mama. En ik begrijp dat helemaal niet. Ik vind dat ze het heel goed doen. Ja, ja, want het is een mix van professionals, maar er zijn ook een aantal liefhebbers bij. Maar het zijn zeer goede liefhebbers. Hè. Ze gaan er helemaal voor en daar zit heel veel talent bij. Hè. Eigenlijk was het maar een kwajongensstreek, meneer Lyons. Houdt u zijn zakgeld maar een weekje in, dan zal u dat zeker nooit meer doen, hè jongen? Het moeilijke aan deze, aan mijn job nu, was dat ik tegelijkertijd een kleine rol had in de voorstelling, maar ja, ze is er wel. En het regisseren dan. Dus dat is niet zo eenvoudig geweest. Die sofa blijft achter, al zit hij veel zachter. Die sofa, dat weet ik, is zeker de fit. Ik denk dat Bloedbroeders een voorstelling is die je moet gezien hebben, omdat er zoveel in zit van emotie. En ik bedoel dan niet alleen drama of tranen, maar er zit heel veel humor in ook. Dus als publiek word je eigenlijk een beetje heen en weer geslingerd tussen het komische en het dramatische. En dat maakt het heel boeiend om naar te kijken. Goede acteerprestaties, mooie muziek. Dus regen genoeg. Een nieuwe kans.